Dit is Peter. Peter is onderwaterarcheoloog. Hij maakt zich zorgen om de toekomst van de onderwaterarcheologie. Kijk, de schepen van tegenwoordig die zijn zo gemoderniseerd dat ze nauwelijks nog zinken. En daarom voel ik het als mijn roeping om de onderwaterarcheologie een handje te helpen. Peter gaat vaak naar buiten om opzettelijk spullen in het water te gooien. Dit is onze magnetron. Nou, dat is echt iets van deze tijd. Dus die ga ik nu in het water gooien, zodat onderwaterarcheologen hem over 300 jaar hem kunnen vinden en hem in het museum kunnen zetten. Mooi, hè? Peters vrouw Carla is niet heel blij met Peters plan. Ik begrijp Peters idee wel, maar heeft in de afgelopen weken allerlei meubilair het water in gegooid. Het is een offer. Tuurlijk. Maar hoe vaak gebruiken we ons bankstel of onze magnetron nou? Dan is het toch veel mooier om de onderwaterarcheologen van de toekomst te helpen. Je had mijn krultang niet in het water moeten gooien. Nee. De krultang had ik niet in het water moeten gooien. De volgende dag besluit Peter om zijn auto in het water te rijden. Ik denk dat deze auto een prachtige vondst wordt over een paar honderd jaar. Dat ze toch zien van, oh ja, hey, dat is een auto. Daar reden de mensen vroeger mee. Ik moet alleen zorgen dat ik er op tijd weer uitkom. Nou, die is gezonken, dus dat is mooi. Dan ga ik nou de bus naar huis nemen. Die avond belt Carla ons in paniek op. Peter heeft onze auto al laten zinken. Nou wil hij onze woonboot ook laten zinken. Onze woonboot wordt de vondst van de 24e eeuw. En ik wist niet meer wat ik moest doen, dus ja, ik heb de politie maar gebeld. Even later arriveert de politie. Hé, heren, laat me los. Alsjeblieft, zeg, ik doe dit in naam der wetenschap. Voor de toekomst. En de toekomst van onze kinderen. En de toekomst van onze kleinkinderen. En de kinderen van onze kleinkinderen. Hopelijk is Peter morgen weer gekalmeerd. En kan hij zijn baan als onderwaterarcheoloog weer gewoon voortzetten.